De stichting Pro-Humaniteit, in samenwerking met een aantal maatschappelijke en culturele organisaties, begint donderdag met het Flora Edutainment Festival 2024 bij het Confucius Instituut aan de Leisweg. Tijdens dit festival zal er voor de komende maanden tot en met december kennis overgedragen worden aan volwassen personen over een aantal vraagstukken. Vandaag is er een persconferentie gehouden waarbij het project is gepresenteerd door de voorzitter van Pro-Humaniteit, Henk Doelwijd. Het gaat over de wijk Flora, de wijken Flora A en B, maar Flora is ook een resort. Dat is heel groot. Tot Ballona, tot Beekhuis, ik ken die grenzen niet precies nog. Maar de bedoeling is om onze educatieve bezigheid tot eer en glorie van ons land uit te voeren. Het wordt dus een mediaactiviteit. Dus het Flora Edutainment Festival 2024 heeft een uitstraling niet alleen naar de wijk Flora, niet alleen naar het resort Flora, maar ook naar het hele land. De Stichting Pro-Humaniteit is een organisatie die zich inzet voor maatschappelijke integratie en welzijn. De stichting organiseert activiteiten om individuen te helpen zich binnen de samenleving te vormen.